jullie kijken naar een nieuwe challenge video hier samen met... Jan! Met Jan! En wat hebben we vandaag voor jullie in petto? Laat maar zien. De Chili Roulette Chocolate Game. En wat is de bedoeling? Ik heb geen flauw idee. Ik pak mijn hulpjes erbij. Geen hulpjes kijken. Het is dus een spel. Dus vraag in ieder geval toestemming aan je ouders of je deze game mag spelen. Want als het goed is zitten er ook pittige dingetjes bij. En sommige mensen kunnen daar minder slecht tegen. Dan moet ik mijn moeder even bellen. Ik heb toestemming van je moeder gekregen. Yes. Maak je daar helemaal niet druk om. Het spel is draai het wiel en kies de chocolade. Er zitten totaal 12 stuks in. Om op te eten natuurlijk. 4 van de 12 bevat een zeer pittige vulling. Ja, weet je hoeveel percentage dat is? Dat ik kan niet tegen eten, hè? Dat is veel. Dus to play. Verwijder het inzetstuk met chocolaatjes. Draai om de beurt het wiel. Volg de instructies op daar waar de paal naartoe wijst. Het spel eindigt als alle pittige chocolaatjes zijn gevonden. Dus we kunnen eerder stoppen als alle 4 de chocolaatjes gevonden zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik laat nog even zien. Oh, ik snap het al. Hoe het uitziet. Er zijn ook 4 verschillende soorten chocolaatjes. Een gele, een groene, een blauwe en een oranje. En ja maar dat zijn welke volgens mij... het heeft. Maar je gaat natuurlijk niet zien welke erin zitten. Maar er zitten in ieder geval 4 verschillende in. De pittigste, minder pittig, nog minder pittig en helemaal niet pittig. Jan maakt hem open. Ik ben er altijd heel goed in. Ja? Nou, we hebben de tijd. Echt? Echt? Wacht even hoor. Bijna. Ja, ik zit op mijn horloge te kijken, maar daar heb ik niet veel aan. Oh. Nee, die doet het niet eens. Nee, hij doet het niet. Hoe sterk ik ben. Er zit een begin in. Super sterk. Hey, dit ziet er gaaf uit, kijk. Ja, dit ziet er wel echt leuk uit. Seriously spicy fun. Je kan dus lekker omdraaien. Red or not, handle with it. Kijk, daar kunnen we het zien. Oh, shit, sorry. Ik heb het al eens laten zien. Oh, maar kijk eens eventjes. Oh, je hebt het laten zien, ja. Die plaatjes? Maar ik moet hem nog openmaken. We moeten hem nog openmaken. Ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk al vaker challenge games gedaan met betrekking tot pittige of hete dingen of vieze snoepjes. Oh, je en kan dit het is ruiken. Nu echt ze ruiken. Oh, je ruikt het inderdaad. Dit gaat echt gewoon weer... Het is kerst en dit gaat serieus gewoon de hele kerst in mijn mond blijven hangen. Hè? Ja, dat spijt me. Doe je me aan. Mijn stem is al weg en dan ga je dit nog eens doen. Ja, en je bent een beetje gek en dat doe ik je ook nog aanleggen. Oh, je ruikt het echt. Ik moet eerlijk zeggen, je ruikt het inderdaad best wel erg. Hey, was een leuke video, ik ga er vandoor. Wacht eens even, we hebben nog lang niet klaar. Ik moet eerst 4 pittige chocolaatjes. Ja, je moet er 4 eten. Jij mag beginnen, Jan. Jij moet even wel draaien, hè? Ja, laten we gewoon lekker hier leggen. Maar wat is dan, waar komt hij op neer? Want... Is zo? Huh? Laten we zeggen dat de peper wijst naar waar die moet. Peper? Oké. Zullen we dat zeggen? Hoe kan je? Oh, gewoon met mijn ogen dicht. Ja, dat is ja, oké. Ja, nee, kijk jij. Ja, nee, jij mag gewoon niet kijken. Ik mag wel kijken. Nee, want dan kan je gewoon zien waar die op komt. Ja, tuurlijk, is dat niet erg? Nee, jij mag niet kijken. Ja, dag. Als jij moet pakken dan. Nee, jij mag gewoon niet kijken. Dat is niet eerlijk. Want dan ga jij gewoon, als ik zo draai, ja, stop. Zie je hier? Oh, ik ga niet stop zeggen. Ja. Je moet zelf stop zeggen. Ja. Oh, oké. En 3. Oh, stop. Ik keek niet. Feeling lucky. Eat that chili. Je moet hem eten. Hey. Jan moet dan gelijk beginnen met eten. En? Een goeie, hè? Je hebt een goede, zeker. Het is een goede, maar het is echt vieze chocola. Ja, dat weet ik. Wat dan? Deze challenge games hebben we allemaal bij de Xenos gehaald. We hadden nog meer bij de Xenos. Die chocola is vies. Ja, dat ben ik met je eens. Ik proef, omdat ze best wel lang in die zak zitten, proef ik wel peper. Ja. Maar dat is dus van een andere chocolade afkomstig. Dat kan. Dus jij bent... Maar er zit in allemaal een beetje peper, maar in de andere iets minder dan in de andere. Ja, maar ik vind het echt niet lekker. Dat is wel een goede. Moet ik stop zeggen? Nee. Moet ik stop zeggen? Ja, mag, maar dan moet je niet kijken. Stop! Handle with nominated player. Nou, wie zou ik nou kiezen? Ja, jou. Wie? Ja, jou. Ah, jij bent de Sjaak. Jij. Je zal er echt even pakken, vriend. Ja, shit, het is 33% kans dat ik de verkeerde pak. Nee, nu nog meer zelfs. 33%, 4 van de 12 is 25%. Dus 4 van de 12? Ja? Nee. 4 van de 12? Oh, shit. Oké, dat heb ik gezegd. 33,3% inderdaad. Ja, maar nu meer, want nu zit er nog 11. Nu is het 4 van 11. Ja, klopt. Nu is 5, 36. Ik was even in de war met de hoeveelheid chocola inderdaad.
Doe het. Ik pak gewoon degene ernaast. Ja? Oké. Okay. Ja. Je moet hem in één keer in je mond doen. Ja, je moet hem in één keer in je mond doen. Nee, pak hem. Oh. Ja, je hebt hem? Jan heeft er weer één. Ik hou hier zo van, hè. Het staat, Jan, we werken met punten, hè. Het staat nu 1-0 voor mij. Het staat nu 1-0 voor mij. Ik ga weer winnen. Oh, is het echt zo erg? Ik kan niet tegen één eten. Ja, dat weet ik. Zo, dan ben ik maar weer. Zeg maar stop. Oh nee, jij was met draaien. Hier. Jij bent met draaien. Dit is niet lekker. Ja, dat weet ik. Kijk, ik denk dat je mishandeld wordt. Only for the best to your right. Nou, er zit niemand aan de rechterkant, dus ik ben. Dat werkt, hè, zo. Ja, echt? Ja, echt. Maar dan, daarna wordt het eten. Hoppa. Oké, hij stopte wel. Ik zat te draaien, ik wist niet waar hij was. Nee. Oké. Treat the person opposite. Nou, die is er niet. Ik krijg gewoon nog een keertje, want anders... Oh nee, maar dan mag ik ook nog een keertje, want bij mij is rechts, daar zat ook niemand. Nou, wil je nog een keer de kans krijgen dat jij moet hebben? Best. Ja, nee, echt maar, nee. Ja, ik ga niet nog één, hoor. Dat is de waarheid, het is eerlijk. Ja, dan moet jij hier. Jij moet gewoon nu voor mij straks draaien. Je moet er wel eentje eten. Ja, ik wou net zeggen. Er staat 1-0 voor mij. En? En? Dat is normaal. Maar weet je, mijn bek staat nog niet eens. Ik weet ja, niet. Dat is 1-0. Als alle vier chocolaatjes natuurlijk afgelopen, staat voor nu 1-0 voor mij. Dus Jan kan nog winnen en ik kan natuurlijk ook nog winnen. Ja, ja, ja. Final whip nominate a player. Oké, neem ik deze. Die is lekker heet. Pak lekker een chocolaatje. Daar krijg ik ook redding van. Serieus? Nee, geen eten. Je hoopt het, hè? Ik kijk. Niet. Jij bent. Zat je echt niet? Nee, ik zat echt zelf serieus in de wedstrijd. Oké, geloof ik. Kan inzoomen, maar jij bent. Jij moet erin pakken. Oh, moet ik nog even pakken? Oh. Huh? Ik heb nog... Jij hebt net voor mij gedraaid dat ik hem moest, dus ik moest draaien. Oh. Leuk geprobeerd, vriend. Ik probeerde vals te spelen zonder dat ik het door had. Treat the person opposite. Er zit niemand. Ja. Ja, jij zit, jij weet waar hij zit. Hij stopt daar in expres. Ik vind het sowieso... Nee, je best doet... to your left. Nee, 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 ik zweer het je. Oké, oké. Ik zweer het je van niet. Oké, oké. De kans wordt natuurlijk ook naarmate de chocolaatjes minder worden en je geen hete pakt, ook groter dat je een hete gaat pakken. Ja, er zitten nog drie in van de... Ja, dan is de game natuurlijk afgelopen en dit is een hete. In één keer, hey. Is het heet? Nee. Fluit! Oh, hij is heet! Flash! Dat is vies, hè? Ja. Dat is vies, hè? Ja. 1-1. Maar wie is er nou? Moet ik draaien? Nee, jij moet toch draaien? Ja. Ah, kak. Fuck, het is heet. Het is echt smerig. Er zijn nog 6 chocolaatjes over, dus we zijn tegen de helft. Ja, ja, ja. Kan ik nog een keer? Ja! Jan pakt er nog één en weer van mij. Nou zeg ik niks. Dat is vies, hè? Ja. Ja. Nou, nog één. Kom op, pak een eten. Ja, die losse. Ja, doe maar die. Nee, doe de mond die. Gaat gewoon een beetje in brand staan. Dat is echt vies. Ze zijn alle twee niet lekker, maar die eten, ik ben er nu weer vanaf, maar... Oké. Er zitten nog 2 eten in. Dus de kans is nog steeds 33,3%. Er zitten 6 in. Go, go! In één keer! In één keer, niet janken! In één keer, hey! Neemt afspelen, hè? Nou, dat mag niet. Is lekker? Oh, wat een lekker chocolaatje toch weer. Deze niet heet, of? Oké, okay, dan ben ik jij bedrijven. Ja. Turn up the treat the person. Oh, dat is het niet, man. Dat zijn jullie. Jullie moeten er ook een nemen, ja? Sinds video zitten kijken, pak een chocolaatje. Oké, okay, ja? Ja.
Ik pak die bossen. Red or not, give it a bite. Dus natuurlijk genieten. Wat heb je gepakt? Het blijft zo'n vieze nasmaak in je mond. Bij jou ook? Is die heet? Laat hem heet zijn. Ik bedoel, wat erg voor je. Nee, het is goed. Dat meen je niet. Ja. Er zit nog 4 chocolaatjes in en er zitten nog 2 hete in. 50%. Jij bent. Kaa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 a
Ja. Hey jongens, dat was de video. Bedankt voor het kijken. Nee, de video is nog niet af. 5% kans. Wacht, die was heet. Hier was er een heet. Toch? Dan zal er waarschijnlijk hier een van deze heet zijn en die. Want dit had ik hiervoor gehad. Ja, het is niet zo moeilijk als er ook maar 4 in zitten. Nee, maar hier is al heet geweest. Hier is al heet geweest. Hier is sowieso een heet ertussen. En deze die is sowieso dat heet. Weet je niet. Die is sowieso. Deze is sowieso heet. Deze is sowieso heet, maar deze dat niet. Vind ik eigenlijk een bluff deze dat niet. Nemen. Deze niet. Nee? Ik zei het. Ik ben. Ben jij? Ja. Yes, nee, ik zweer het van niet. Ik zweer het van niet. Oké. Die hete pak wat jij zei? Bluf. Ik pak dat die. Moet een hete zijn. Dat is mijn calibratie. Heet. Kijk, je ziet het al. Nee, grapje. Kijk, je ziet het al. Doe nou je mond. Hebben ze hier gaatjes in gemaakt om... Volgens mij wel. Nee. Ja, dat kunnen we niet kijken. Kijk, Jan zegt dat dit een heet is. Ik denk dat ook dat een heet is. Dat zijn mijn calibraties, hè. Mijn computer werkt snel. Mijn hoofd. 66,6% kans, hè. Dat dit een heet is. En dat gaat ook waar zijn. Het is een heet, ik zie het aan je hoofd. Toch? Nee. Echt? Nee. Dan zijn er twee heten. Er zitten er nog twee in. En er moeten nog twee heten in het spel zitten. Ja. Kak. Je moet het draaien. Jij. Jij, want ik kwam daarop. Mag dat hoor. Ik krijg ineens een hele nare smaak. Is die heet? Ik weet het niet meer. Ah! Hij is heet, hè? Je hebt hem al doorgeslikt. In ieder geval heb je het. Ja. Echt? Ja. Fucking lachen is het. Is echt ranzig. Oké. Oh, 50% kans dat ik een heet heb. 50% kans. Turn, treat the person up. Oh, kut. Dat is zo ranzig. Kijk, je kan cheaten. Dat is zo. Ja, dat weet ik. Dat heb je ook gedaan. Nee, ik zweer het. Ik heb het niet gedaan. Ik dacht er opeens aan. Ik ben nu niet aan mijn vingers in. Ik heb ik echt heb niet gezien. Ik heb zo vies smaak. Zweer. Kut. Je moet één eten. Oké, wacht. Die was heet, die was heet, die was heet. Ja. Dan is deze niet heet. Geen idee. Niet heet. Is die niet heet? Ja, om te laten. Oké. Nee, ik moet het draaien. Krijg jij het nu in eentje ook? Dit was aan eten. Echt? Ah, oh, fuck. Echt? Dit was aan eten. Deze niet eten. Eet maar op. Nee, dan hoef ik niet meer. Als alle heten op waren, dan was dit was een eten. Dus er stond 2-2. Ja, dit is echt een eten. Ja, echt? Ja. Dat komt wel later. Ik had het gewoon gelegd. Ja, dat komt twee op later. Oh. Heb je ook een smaakje nog? Oh. Oké, jongens. Staat 2-2. Niemand van ons heeft gewonnen, dus we zijn geëindigd met een gelijkspel. Man. En dit is gewoon echt smerig. Ik voel nog steeds een vieze smaak. Ja, wat jij nu doet, dat voel ik. Dat is een koudeling dat je ervan krijgt. Ja, dat had ik net ook. Dus jongens, willen jullie een game spelen? Kan ik mij het zenuws halen? Vraag toestemming aan je ouders. Misschien kan je wel niet tegen heet eten. Dan kan je het misschien ook beter maar laten. En ja, ik zou het eigenlijk persoonlijk niet halen, want ik vind het eigenlijk echt smerig. Ik ook. Schiet op. Dus dan zeg ik jongens, check Johan's kanaal uit voor video's en check natuurlijk mijn kanaal uit voor veel meer. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!